Frans Verhoeven, Robert van Pelt, de Breedpoloog zit erop. Mooie dag vandaag. Ja, zeker. Voornamelijk door het weer natuurlijk. Helemaal perfect. Ja, sowieso door het weer. Veel opkomst van mensen. Groot spektakel. Ja, we moeten er meer van zeggen. De Breedpoloog wordt elk jaar groter volgens mij en gekker. Ja, wij zijn hier natuurlijk ook om ons te presenteren aan onze relaties en onze sponsoren. Relaties van sponsoren die we hier genodigd hadden. En voor ons is dit gewoon een geslaagd evenement. Robert, als we naar jou kijken. Een jaar verder weer naar de vorige Preepoloog. Volgens mij sta je er een stuk beter voor. Nou, dat kan je wel zeggen. Ja, vorig jaar stond ik met een busje daar zo achteraf ergens. Met een Hondaatje die we zelf in de schuur hadden gebouwd. Dus nee, dat is een hele verandering. Een stuk beter. En wat moet je nou voor zeggen? Het is toch perfect zo. In de dakgids hebben we het verhaal gemaakt. De leerling en de meester. Hoe ervaar jij dat? Ja, dat is natuurlijk zo. Ik heb vandaag van hem kunnen winnen, maar daar is op het andere continent zal het nog even wat anders zijn. Dus ik kan heel veel van hem leren en dat is goed. Ja. Een goede leerling die wint van zijn meester, zeggen ze dan. Ja, nou, dat is goed. Ik heb je zoiets van als je een aapje leert klimmen. Hè? Klimt hij voorbij en vandaag doet hij dat. Hij heeft natuurlijk de laatste tijd weer ontzettend veel crosstraining gedaan om goed fit te blijven. Maar hij heeft vandaag gewoon echt keigoed gereden, dus ik vind het knap. En hij is ook erg aan het groeien in de ontwikkeling voor de rallysport. Daar zijn we heel intensief mee bezig. Intensief aan het trainen, trial training intensief aan het doen. Over heel veel dingen praten dat je niet in één keer... Ik kan niet in één keer 10 jaar ervaring kan ik uitleggen. Maar we kunnen wel over heel veel dingen praten dat hij inzicht krijgt van heel veel dingen die om de dakker heen hangen. En daar krijgt hij steeds meer. En dat is niet alleen puur het plaatje dakker, maar ook organisatorisch en alle dingen die eromheen komen kijken. Als je gewoon een serieus groot team wilt opereren. Ja. Over anderhalve week ongeveer gaat het spul op de boot naar Zuid-Amerika. Dan is dat hele logistieke gedeelte is even klaar. En dan kan je misschien nog specifieker gaan voorbereiden op de dakker die komt. Ja, natuurlijk. Die last valt gewoon van je schouders af met logistiek en organisatorische gebeuren. Het is weg en kan je niks meer aan doen. Dus inderdaad dan gewoon de training oppakken. Of terug oppakken eigenlijk, omdat de laatste week een beetje stressvol was. En fit worden en misschien nog wat sponsoring proberen aan te trekken. Want daar zijn we ook nog niet helemaal rond. Maar het ziet er gewoon goed uit. En ik kan nu wachten tot de spul op de boot staat. Ja. Goed, qua verwachtingen. Ja, top 10, top 20. Het gaat spannend worden, want het is gewoon een heel sterk veld. Ja, het is een ontzettend sterk veld, maar ook afgelopen jaar was er een sterk veld. En dan kom je daaraan en dan kijk je bij de start, zie je de lijst en denk je, Jezus. Er zijn er gewoon 20, 25 potentiële top 10 kandidaten. En dan zie je toch dat het veld zichzelf uitdunt. Door mensen met een te groot hart die zichzelf uitschakelen. Door mensen die het misschien niet de juiste merk hebben en daardoor uitvallen. Omdat ze een mechanische pech krijgen. En dan denk ik dat de Henk Nijman-strategie, voor het algemeen bekend in Nederland, denk ik dat die wel heel erg effectief werkt. En ik wil niet zeggen dat ik op die manier ga rijden dit jaar, maar ik wil hem wel iets strategischer aanpakken als de wilde Frans Verhoeven die elke dag in de aanval ging. Ja. Robert, ja, geen gedoe tussen aanhalingstekens voor jou in het KIS-klassement. Je hebt wat dat betreft is het een stuk makkelijker, maar goed, je voelt misschien ook wat meer druk. Van je ma en van Frans binnen het team heb ik geen druk, maar ik wil gewoon zelf gewoon groeien. En het is gewoon een volgend nieuw hoofdstuk in mijn rallycarrière, in mijn prille rallycarrière. Dus het ziet er goed uit. Ik leg mezelf misschien nog de meeste druk op van iedereen. Maar ik ga gewoon voor een steady top 20 en who knows. Heel veel succes. Dankjewel. Hartelijk bedankt.